halverwege het boek verliest de taal dan iets van de lichtvoetigheid en wordt wat zwaarder volgens mij, wat donkerder. De man verandert dan ook een beetje. Zou je daar wat van willen voorlezen? Ja, zeker. Nou, ze zijn net naar de bioscoop geweest en naderhand zitten ze samen in de auto en daar zoekt de veearts toenadering tot de gunsteling. En daar gaat dit stuk over. Ik wist daar dat het waar was, dat je net zoveel van mij hield als van jezelf. En dat dat constant veranderde, dat je niet echt van jezelf hield en dus niet echt van mij. Maar je was vrolijk. En als je vrolijk was, dan dacht je dat alles goed zou komen. Al was je een moeras, mijn liefste. En toch nam ik genoegen met je antwoord. Het belangrijkste was dat jij erin geloofde, dat jij dacht dat je van me hield. Want dan zou je van mij houden. En ik zag het als goedkeuring om de knoop van je broek los te maken. Een zilver knoop met een bloemetje erop. En ik raakte ontroerd van ieder moment dat ik het kind zag. Het kind dat ik het liefst wilde zien spelen. Dat ik op schoot wilde nemen. Dat ik naar een beter leven wilde wiegen. Maar dat ik ook wilde begeren. Dat ik wilde uitkleden. Oh, hoe ziek was deze tegenstelling. Ik zei dat je van iemand hield. Je overal door diegene aangeraakt wilde worden. Van je kruin tot aan je grote teen. Dat je ontleed wilde worden tot op het bot. En ik vroeg of ik je mocht ontleden. En je zei dat die geen scalpels waren. En ik cirkelde met mijn vinger om het strikje op je onderbroek. Ik vertelde dat je je moest voorstellen dat mijn hand een scalpel was. En je knikte bedachtzaam. Ja, toen ik dit las, dacht ik, hij weet donders goed dat wat hij doet niet kan. Dat is die hele worsteling van die veearts. En die worsteling is er voortdurend. Hij weet inderdaad heel goed dat wat hij doet niet kan. Maar hij kan eigenlijk niet tegen zijn eigen verlang op. Om dat kind te bewonderen, om haar aan te raken. En die worsteling is denk ik waar het om gaat. En wat het zo complex maakt.